RCL 16. Wat komen jullie hier doen? Wat gaan jullie doen vanmiddag? Houtdorp. Houtdorp? Bouwen. En dan ga je een huisje bouwen? Ja. Of kasteel? Dat weten we nog niet. Weet je dat nog niet? Maar dan komen we zelf achter. Dan zie je dat straks wel. Als je hem klaar krijgt vandaag. Ja. Kom je morgen nog terug aan? Ja. Zo. Denk ik, na een bijzonder jaar. Deze keer in samenwerking met Pino. En we zijn heel blij dat jullie er allemaal weer zijn. Alvorens wij beginnen, wil ik heel graag onze vrijwilligers bedanken en sponsoren. Want zonder sponsoren en vrijwilligers hadden wij niet zoveel pellets gehad. Dus misschien een klein applausje wel op zijn plek. Maar jullie weten, in verband met corona moeten we allemaal 1,5 meter afstand houden. Voor vandaag houdt het in elk geval in dat alle ouders en bezoekers hier op het terrein naam en telefoonnummer even moeten achterlaten. Jullie als kinderen mogen natuurlijk samen bouwen, maar ook alleen. Wat je zelf wil. Je mag zelf een plek uitzoeken, zelf bepalen wat je bouwt en hoe je bouwt. Je mag hutten bouwen. Maar maximaal 2 verdiepingen hoog. Ja, 3. Ik woon dus 2. Ja, dus geen mega hoge hut. Spijkers mogen jullie halen. Daar bij de bar aan de rechterkant krijgen jullie spijkers in een emmertje. Zaterdagmiddag vanaf 3:30 gaan we samen alle hutten weer afbreken. Ja, jammer. Maar dan zijn de aanhangers op het terrein waar de pellets weer in moeten. Maar we moeten alles natuurlijk ook weer afvoeren. Dit is de laatste activiteit van Miranda. Daarom willen wij als kinderwerk Miranda even een klein bloemetje aanbieden. Even een applausje. Miranda, mag ik doen? Nee, ik deed het. Jij hebt al eerst spijt.
kant. Tim, doe jij deze? Zo direct opgaan we nog even zo verder. Eentje verder, denk ik. Ja, en daarna nog iets meer naar voren, toch? Zo. Hoe kan ik er nou dan uit?
Kijk, hey. Goed hè? Goed hè? Ik ga nog uit bij het bos. Maar wat ben je aan het maken dan? Wij zijn de hut aan het maken. We willen dat je er bovenop kan staan. Ja. Alleen moet je nog iets stevig zijn en dan kunnen we er bovenop. Oké. En dan ga jij bovenop staan? Ik denk iedereen wel een keer. Ja? Nee, maar ik toch. Ga je hier vandaag al slapen? Nee. Omdat je matras mee hebt genomen. Moet je niet op het huisje passen? Nee, dat moet straks afbreken. Moet je straks nog weer afbreken? Ja. Dan morgen toch pas? Nee. Nee? Hoe laat is het? Het is nu 5:05. 5:05? Ja. Dan gaan we over een half uur of zo afbreken. Oh, moet je morgen weer afbreken? Ja. Oh. Omdat Pellis moet weer naar Timmerijen en ergens anders. Zo. Weer terug. Ja, ja. Volgend jaar de Pino voor de kermis. En dan staat daar wat en staat daar wat, anders zijn al die pijlers in. Ja, maar morgen is het ook nog. Hier heb je Jelle! De interviewer! Morgen pas afbreken, dan hier. Heb je Jelle? Ja, dat zeg ik al. Saai. En morgen ook weer, denk ik, ook nog iets verder. Ja. Dus. We zijn hier in Noorddijk op het kinderkamp. Wat is uw naam? Miranda Onk. Wordt dit elk jaar zo georganiseerd? Nee, dit is de eerste keer dat wij namens kinderwerken het Houtdorp organiseren. Dat is van een hele organisatie, als ik me zo bekijk. Nou, valt op zich wel mee. Ja, maar ik bedoel, je moet toch pallets hebben en noem maar op, latten, planken.
Ja, en gelukkig is Noordijk dan toch wel zo'n dorp waar ook sponsoren en andere mensen goed met je meedenken. En dat is heel fijn. Ja, daar heb je ook wat nodig aan. Maar de kinderen zijn goed bezig, heb ik wel gezien. Ja, ze beginnen voortvarend. Stevige bodem wordt eerst gelegd en dan, Echte bouwvakkers in de dop. Echte bouwvakkers in de dop. Hartstikke mooi. Ja. Dus hebben ze nou vakantie? Nee, ze zijn deze week hier, vorige week hier begonnen, de school. Dus ze zijn net 2 weken weer begonnen. Nou, ja. Dus dan kunnen ze volgende week op school weer mooi over napraten. Ja, zeker. Ik denk dat dit wel enthousiaste gevolgen krijgt voor de kinderen. Volgens de kinderen in elk geval. Maar dat morgen ook een geslaagde dag gaat worden. Ja, dat hoop ik ook. Ja, het weer. Voor de kinderen vinden het vaak niet zo heel erg. Maar het is wel prettig. Zo, en wat hebben jullie gemaakt? Dit is de tuin. En dat is een huis. Wacht even. Oké, dus je bent nou in de tuin aan het spelen. Je moet hem er zo pakken, huis. Houd hem alsjeblieft vast. Heb je zwaarderamen nodig? Nee. Ja. Spijkers, maar schroeven en spijkers. Ik kan morgen een boormachine nemen. Oh ja, dat zit sowieso vast. Ik ben wel ook mee op maand. Nee, je bent wel gevaarlijk bezig hoor. Ja? Ja. Ik hou mezelf goed vast. Nou, mooi. Wil jij ook een kruisje zoeken? Ik wil wiebelen. Ja, ik wil wiebelen. Ik wil wiebelen. Ik wil wiebelen. Ik wil wiebelen. Zo. Nee, je kan tussenvallen. Ja, dat zit je goed.